Eclipse IT is gevestigd in het Rivium. De onderneming richt zich op ICT-dienstverlening en is gespecialiseerd op het gebied van business intelligence en het verbeteren van bedrijfsprocessen binnen organisaties. De kernwaarden zijn openheid, kwaliteit, professionaliteit en integriteit. Bij Eclipse IT werken zo'n 80 medewerkers en het bedrijf is 7 dagen in de week 24 uur per dag bereikbaar. Eclipse IT mag grote multinationals tot de vaste klantenkring rekenen. Eclipse is een bedrijf waar dynamiek vanaf komt. De mensen van Eclipse geven een en al energie naar buiten toe. En met name dat ze zich goed bezighouden met de mensen in hun omgeving en de medewerkers. Daarvan veel verlangen, vrijheid geven en verantwoordelijkheid ook overdragen. En dat een gebondenheid geeft. En met name dat denk ik ook het succes is van hun groei. Als je een goede consultant wil zijn, ja, dan moet je een stuk kwaliteit kunnen leveren. Je moet altijd openheid kunnen geven. Je moet kunnen verklaren waar je mee bezig bent geweest. Maar je moet ook een slechte boodschap durven geven aan de klant. Het kan niet alleen maar goed nieuws zijn. Je moet professioneel optreden. En ja, vanzelfsprekend moet je optreden ook integer zijn. Ze hebben toch wat specialisatie gedaan in zijn de niche-markt. En met name door bewust die niche-markt op te zoeken, zijn ze ook wat dat betreft qua kennis heel specifiek in die markt. Onder andere voor SAP-applicaties, waarbij ze ook klinkende namen als KLM als organisaties bedienen en worldwide hun werk kunnen doen. Ja, het ziekteverzuim is bij ons eigenlijk, ik denk, de helft van het landelijk gemiddelde. En ja, we spreken mensen ook aan op hun ziekte. En wat we bijvoorbeeld doen is, we betalen ook de ziektekostenverzekering voor onze medewerkers. En daar zit ook een bepaalde module in, zodat ze onbeperkt fysiotherapie kunnen volgen. Hè, want RSI is toch iets wat in de ICT-wereld er heel makkelijk insluipt. En dan kunnen ze gewoon onbeperkt naar de fysiotherapeut. Mensen melden zich bij ons niet ziek via de sms. Ze bellen ons persoonlijk, zodat we ook direct contact met ze hebben. Zodat we kunnen inschatten hoe lang het gaat duren en welke acties wij kunnen nemen. Dat vinden we heel belangrijk. We zitten er echt, ja, goed op. Dat we afgelopen maart hebben een masterclass gedraaid. We noemen het dan zelf de Bachelor Testing Course. Dat betekent dat we 5 schoolverlaters hebben opgeleid. Die hebben gewoon 5 weken achter elkaar training gehad. We hebben maar 2 trainingen ingekocht. En de rest hebben we allemaal laten verzorgen door onze eigen mensen. Je hebt dan inzicht in wat voor stof er gedoseerd wordt. En je kunt nadruk leggen op bepaalde zaken. En B, vinden de collega's het ook leuk om die kennis aan andere collega's over te brengen. En dat is iets, ja, wat ook duidelijk bijdraagt aan het werkplezier dat we met elkaar hebben. Het is heel belangrijk als onderneming te weten, als je allerlei bedrijfsprocessen hebt, dat je weet waar efficiëntie zit en waar je uiteindelijke inkomsten vandaan komen. Dat is met name uit je klantenkring te kennen welke klanten je hebt en aan welke klanten je echt verdienen waar je hard voor gaat lopen. We stimuleren onze mensen om in ieder geval een 14% bijtelling auto te nemen, want die heeft minder CO2-uitstoot. Maar we doen ook, als onze mensen met de trein kunnen rijden, ook al hebben ze nog een leaseauto, dan ook betalen we gewoon ook de openbaar vervoerkosten, omdat we toch ook willen dat men zo min mogelijk het milieu belast. Ik denk dat we nog trotser zouden zijn dan dat we nu al zijn op het bedrijf. We hebben een bedrijf opgezet. In 6 jaar tijd zijn we met 3 oprichters gegaan naar een bedrijf met 80 medewerkers. We werken voor de top 100 bedrijven in Nederland. En goed, dat geeft al een heel, heel trots gevoel. Ik denk dat het winnen van de Capelle Ondernemersprijs eigenlijk een bevestiging is dat we de juiste weg aan het bewandelen zijn. En dat we gewoon een goede onderneming zijn.